vandaag in ons programma Bluesmuziek aandacht voor het solistenconcours. Het solistenconcours van de muziekschool Artamuse. En we gaan nu eens niet die grote lummelen volgen, maar die kleine, wie Arnoud die neven mij. Arnoud, dat wordt een geweldige muzikant, dat gaat je dadelijk horen. En weer gaan we eens kijken wie Arnoud het deed op zijn eerste solistenconcours. Vandaag een belangrijke dag voor een aantal jong muzikanten. Wat gaat hier precies gebeuren? Nou, we hebben het alweer voor de 17e keer het Hava Bra-concours van Artamuse georganiseerd. Het doel is de kinderen laten oefenen voor de gangbare concours deze komende periode. Zeg, het zijn wel erg jongen, het zijn de starters voor genoeg, dat is je staan, hè? Ja, dan heurt ze het dan, hè? Dat heb ik niet gezegd. Hoe oud zijn ze? De jongste is, zal 9 jaar zijn. Ze zijn niet echt piepjong meer, ze spelen toch wel alle jurken. Want ze moest toch al geen ervaring op het instrument hebben. Wil ze, ja, het is toch altijd een beetje zenuwslopend, hè, zo'n concours. Ja, Michelle, vandaag als eerste moeten optreden, hè? Ja. Was toch een beetje zenuwachtig? Ja. En wie had je die voorbereid? Veel oefenen en afstemmen. Ik vond dat het goed klonk. Wat vond je zelf? Ik vond het ook goed klinken. We staan nu bij de ouders van Michel. Zeggen ze eigenlijk, wat gaat er vandaag? Ja, voor zijn eerste keer is dat hij dat een heel groot ding gedaan. Vooral zijn zus, wat kan je voor spanning met zich metbrengen? Hij heeft het heel erg fijn gespeeld. Zeg, de kinder hebben spanning, maar de ouders ook, denk ik, hè? Absoluut, misschien nog wel mijn eerste kinder. Annemarie, een van jouw leerlingen als eerste op de vloer. Hoe heb je zo'n meisje nou voorbereid op zo'n concours? Michelle, die speelt zo'n anderhalf jaar, heb ik haar wekelijks op les. Via de vereniging in Sittard. En het is ook de eerste keer dat ze aan een concours meedoet. Ze is gelukkig heel enthousiast, ze vindt het heel leuk om te doen. En heeft ook niet zoveel last van stress, hebben jullie misschien gezien. Dus het ging eigenlijk vanzelf. Ja, Ger, ook vandaag met een aantal leerlingen, 18 heb ik begrepen. Hè. Ja. Waarom leren ze eigenlijk meedoen aan dit concours? Nou, natuurlijk, het meedoen is een grote stimulans. Hè. Goede leerlingen, die zijn natuurlijk altijd bereid om mee te doen. En dan zal het de uitslag natuurlijk ook goed vertellen. Die denken van, we gaan voor een goede prijs, voor een goed aantal punten. Er zijn natuurlijk ook een aantal leerlingen die dan van denken van, nou goed, om die een beetje meer gemotiveerd te krijgen, om een beetje drive erachter te zetten, nou laat ze maar eens meedoen, laat ze maar eens met de billen bloot gaan. En dan laten we zien wat het wordt. Kent wij kindje op, of ze gaan dan nou vol goede moed weer. Of natuurlijk, het is de eerste en de laatste keer dat ze meedoen. Ja, en dan zien we wel wat er met gebeurt. Ja, Caroline, heb ze net opgetrooien. Was een beetje tevreden over? Ja. Wordt het de eerste keer dat ze op een koers ging? Van Aurora ben ik wel eens op een concours geweest. Zeg, en wil ze de beroepsmuzikant worden of wil ze het gewoon als hobby doen? Nee, gewoon als hobby. En was ze een beetje gespannen? Heb ze makkelijk kunnen spelen of toch een andere spanning? Ja, een beetje. Een genoten piepte, maar... Oh, maar dat kan wel eens gebeuren, dat piepen. Hè. Verder ging het wel. Dan moet de jury er eerder kijken, zeg ik maar. Ja. Een ervaren jurylid ben vandaag met de allerjongste, met de starters. Hoe ga je ze nu in godsnaam op letten? Let op wie de toon zich al ontwikkeld heeft, natuurlijk. Hè. En de speelmanier. En ja, natuurlijk ook of ze al het leuks ermee doen met die noten. Hè. Dat het kent toch ook al soms met, als ze ik zeg, nog niet volledig alle beheersingen hebben op het instrument, dan ze toch al, hé, hey, dat deed er toch al geen bezonjes met. Arnoud, toen ik met een hele serieuze muzikant. Hè. Wie hebt zich voorbereid op dit concours? Ja, eigenlijk, ik heb binnen elke dag geoefend. En ook met de les ook heel goed geoefend met mijn leraar. Zeg, en is het de eerste keer dat ze aan een concours deelnemen? Ja, dat is mijn eerste keer, ja. En wat denkt ze ervan? Best een beetje gespannen, op ze zenuwen? Ja, een beetje waar, ja. Dat gaat wel echt aardig als ze op de bühne staan, joh. Ja. Het moet wel dat zijn van de leraar om zo'n leerling te hebben die zo serieus mee bezig is, hè? Ja, dat is een hele leuke leerling. Het is een leerling die goed werkt, maar het is ook een hele goede verhouding. Hij is heel grappig, hij is heel humoristisch en we lachen heel graag met z'n tweeën. Zeg het maar, als wie had er gespeeld? Nou, hij speelt ritmisch, heel goed. Letse noten mogen je meer goed spelen natuurlijk. Dus, nou ja, het is nog jong natuurlijk, maar ja, dat vinden we al tot nog toe wel voor mij te beperken.
Ja, hij heeft heel goed gespeeld. Het is toch altijd anders in zo'n zaal als dat ze in de klas speelt. En dan ben je onder druk, daar staan lampen op, daar staat zo'n camera bij, het is warm. Geeft het toch altijd een beetje anders, maar ik ben heel tevreden hoor. We staan hier bij de ongetwijfeld trotse mam en oma van Arnoud. Ik denk dat je tevreden mag zijn over zo'n zoon. Ja, heel erg tevreden. En ook trots. Zeg, wie is er toe? Is ook zo'n leven tegen... Ja. Dat wel, ja. En de oma's, die zijn meestal nog trots. Hij heeft het geweldig gedaan, hè? Ja, dan moet toch tot tevredenheid stemmen. Ja, ze zijn er heel tevreden met. Tuurlijk. En wat denk je? Rijdt het van de papa of van de mama of van de oma, die musicaliteit? Van allemaal, denk ik wel, gaat ja. Ja, Arnoud, we hebben de geweldig spelen. Ik vond je het geweldig. Wie vond je het zelf? Ja, ik vond het ook wel goed, gewoon, ja. En dat was een goede ritmische beweging, hè? Ja. Je bent heel zelfverzekerd, hè? Ja, dat is zo. Dus de beste vrienden? Ja, erg tevreden.